bij deze nieuwe video. Ik ben in mijn kamer. Het is inmiddels 8:30. Ik ben om 7:30 wakker geworden. Vandaag gaan we boulderen. Voor het eerst in het bos zelf. En ik wil vandaag een soort room of house tourtje doen. Gewoon hoe ziet dit eruit. Ik ga gewoon zo broodjes halen. Gewoon lekker relaxed. En dan gaan we vanmiddag dus lekker boulderen. Weg. Yes. En nou, volgens mij is dat het wel een beetje voor vandaag. Ja, dat was hem. Nou, ik hoop dat jullie het leuk lijkt. Heel veel kijkplezier. Nou, het is zover. We zitten in de auto op weg naar Fontainebleau, het bos zelf. We zijn heel erg benieuwd. We gaan nu naar een plek die de eigenaar van de klimmuur ons heeft aangeraden. Dat schijnt gewoon een rustig stukje te zijn. We gaan voornamelijk vandaag een beetje kijken van nou, hoe en wat. Waarschijnlijk nog niet heel veel proberen. En we hebben ook vernomen dat het moeilijker is dan in normaal in een hal in Nederland, zeg maar. Dus hopelijk halen we wat. Maar ja, zo niet, dan is dat dus volkomen logisch. Maar we hebben er volgens mij allemaal heel erg veel zin in. Ja. Yay! En nou ja, wij gaan maar even rijden. Op de parkeergarage. Hier doet het toch ook wel schitterend eigenlijk. Oké, die auto's moet je even wegdenken, maar verder. Vind ik best leuk. Nice. Nou, ik weet niet waar we zijn en of dit ons niveau is. Even. Goed, we hebben dus rotsen gevonden. Maar even, dit is toch gaaf. Ook die rots of zo, die daar tussen de bomen. Ik vind het zo cool.
Video. Ik ben wederom mijn outro vergeten, want ja, ik ben er gewoon niet meer aan toegekomen. Maar het was echt wel heel veel tijd aan het lopen. Ik heb een heerlijke dag gehad. Ik heb 2 keer gezongen. Ik ben veel buiten geweest met mijn broertje, want dat vond hij leuk. En we hebben een soort vrienden gemaakt. Dat zijn onze buren. En hun moeder heeft ook vroeger gebolderd in Blo. En zijn hartstikke aardige kinderen. Zijn Nederlands ook. Dus dat is helemaal top. En nou ja, heel veel kijkplezier voor morgen. Doei!